Огонь на подавление! Враг сзади по левому флангу! Holler de Boller en welkom terug bij een splinternieuwe Black Ops 4 video. Het is de tweede dag van mijn Black Ops 4 beta en ja, we gaan er gewoon voor gaan. Ik ga iets nieuws proberen, we gaan een spelletje Team Deathmatch spelen. En zoals jullie weten, ik speel graag met shotguns omdat ik graag mensen op in de muil geef. En shotguns is het meest nieuw wapen dat je kunt gebruiken. Maar in Black Ops 4 is dat niet het geval. Want de shotgun heeft 4 kogels en voor een kill te halen heb je 2 kogels nodig. Like gewoon de like en dan krijg je misschien wel een like van de like van de mijn like. Snap je? Ja, ik ben dus al met de verkeerde klas gespawnd met no worries. We gaan proberen een paar kills te halen. En het kwadrat van, godverdomme, het kwadrat van 3,6. En we zijn alweer godverdomme dood. Dat spel is echt ongelooflijk, man. Dat is toch niet meer normaal. Kijk, en ik ben fucking Spider-Man. Fuck yeah. Pot vol koffie zeg. En ik moet minder vloeken, want anders heb ik geen AdSense op mijn... Op een mellenfight. Voilà, we hebben iemand op zijn melk kunnen geven met 2 kogeltjes. En ja, dat was weer veel te veel, die 2 kogeltjes. Want de... Hoppa. Op een mellenfight. Double kill met shotgun. Let's go. Ja, ik was vergeten. Op een mellenfight. Op een mellenfight. Let's go. Op een mellenfight! Ja, we gaan lekker! We gaan echt lekker! What the hell zelf? Hoe de fuck had ik zelf zoveel kills al? Ze waren allemaal gedamaged, de enemies die ik doodgeschoten heb, dus ik heb heel veel geluk. Op een mellenfight! Op een mellenfight! Let's go! Holy motherfucking shit. Holy shit, holy shit. Ik weet niet wat ik aan het doen ben, maar ik heb nog nooit zo goed gespeeld op Black Ops 4. Ik heb nog nooit zo goed gespeeld op Black Ops 4. Wat de hel zelf? Oké. Godverdomme. Oké, we staan nu momenteel op een KD van 4-12-3 staan we met een shotgun. Ik vind dat heel goed. We gaan eerst een keer die Predator afschieten, want die Predator, ja, die gaat waarschijnlijk ook weer geen... Ja, we hebben een kill op de Predator Shizzle Manizzle. En hier links loopt er al iemand. Dus, kijk, en dat bedoel ik dus nu, hè. Ik heb echt een hitmarker van een halve meter ver. En toch nog gaat die persoon niet dood. Op een mellenfight. Oké, en daar loopt er iemand. Godverdomme. We zien het dus, als je dus wilt proberen om echt een spelletje goed te staan met shotgun, ik zou zeggen, probeer het dan een keer. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Want als... Fucking hell, man, wat de... Dat bedoel ik dus nu. Dat is toch... Allee, dat is toch onmogelijk, man. Je moet echt al serieus beginnen campen en beginnen springen en beginnen sliden voordat je echt een deftig kill dead kunt halen met een fucking shotgun. Ik heb wel... Op een mellenfight. Wow! Oh, joh! Oh, joh! Oh, joh, baby! Ja, ik heb dus de laatste kill gemaakt met een shotgun dan nog. En ik ben de fucking killcam! Boeiakke! Boeiakke! Oh yeah, baby! Let's go! Even een triple kill in de killcam met een shotgun, Jordi. Ja, jongen! Je zet hem! Je zet goed, jongen! Ja, dus like nu vlug de video. Ik heb het dus gezien. Jordi, doe het goed! Jordi gaat ervoor! Ja! Fantastisch, yo! Ik ben wel benieuwd naar mijn kill dead. Hoeveel kills en actual deaths dat ik heb. We hebben een KD van 3,33. We hebben 20 kills en 6 deaths. Met een shotgun die 4 kogels heeft. Let's go. Ja, en we gaan met shotgun spelen, jongens. Met shotgun. Met shotgun, ja. Ja, joh. Met een shotgun. We hebben een kill. We hebben een kill. Let's go. Hoppa. Godverdomme, echt waar. En je moet regenen en vechten tegelijkertijd. Dat is toch niet meer normaal? Why the fuck zou je dat zelf doen? Hoppa! Pemelfight. Zal wel zijn. Dat zit een dien daar te campen. Maar echt, what the fuck, man? Ja, je ziet het dus. Het is echt onmogelijk om de kill te... Pemelfight. Op een mijlfeit! Ik heb geen kogels meer, dan moet ik weer al gaan laden.
Ik ga mij even regenen. Want dat is heel belangrijk in het kwadraat van de... Op een mijlfeit! Oké, weer reloaden. Dan zal hij waarschijnlijk respawnen en dan ga ik waarschijnlijk doodgaan. Maar kijk, ik kan toch echt niet zuur tegen die mensen. Ik zie het van een halve meter en ik heb een hitmarker met een shotgun. Wat een kut. De mijlfeit! Normaal gezien kan ik heel goed met shotgun spelen, maar aangezien dat ik heel weinig kogels heb, kan ik niet echt veel kills halen, wat logisch is. De mijlfeit! Ja, pakt anders mijn kill af! Fucking mogol! Ja! Ja joh! Stel die door in een noekske! Echt, dit spel is zo fucking fantastisch. Als je geen kill kunt halen, gaat je dood door een camper die in een hoekje zit te wachten. What the fuck is er nu weer gebeurd? Ja, die Narshex die is kapot, hè. Ja, fucking logisch ook. Hoppa, Malafight! Doe me! Oké, we staan. Hoeveel staan we? 45, 48. Hier gaat er een enemy zijn. Kijk, en dat haat ik dus aan het spel, hè. What the fuck gaat hij niet weer... Kijk, dan zit hij daar verdomme te campen, man! Oh my god! Oh, ik was verschoten. Dat was dus een hond die mij doodgebeten heeft. Jesus! Oh, Jesus Christ. Alle enemies lopen daar. Op een mijlfeit. Fuck, ik sloeg u toch! Echt, joh. 4 kogels is veel te weinig, man. Wat verwachten die mensen? Dat ik met 4 kogels iemand kan doodschieten of zo. Shotguns is gemaakt voor noobs. En nu hebben ze een shotgun gemaakt... Voor een Call of Duty expert. It makes no fucking sense, die fucking hitmarkers. Dit wapen heeft zo weinig damage, dat kan toch gewoon niet, man. Oh my god, hitmarkers, 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 hitmarkers! Ja, en dat jij gaat dan wel dood. Godverdomme, sterf nu toch allemaal! Ik word er echt boos van, hè. Ik sta wel 19-12, nog altijd met een shotgun. De meeste spelers die Black Ops 4 spelen, die kunnen zelf niet met een gewoon wapen een deftig KD halen. Dus bij deze... Fucking... Stroomboel! Fuck! Ik heb dus 1 kill geraakt en dan... Hè, dan ontwijkt hij mijn kogels, want het is Jackie Chan. Ja, joh, zit fucking Jackie Chan! 2 fucking hitmarkers achter elkaar, man! Fucking hell! Wat is mijn mening over het spel? Mijn mening over het spel is, persoonlijk vind ik het echt een scheidspel, want ik ben een persoon die altijd met shotguns speelt. En ja, de shotguns zijn kut slecht in dat spel. Vond je deze video leuk? Vergeet zeker de video niet te liken, want ik heb redelijk veel kills gehaald zelf met shotguns. Speciaal voor jullie. En ja, dat is totaal heel waar. Ik zit weer aan het 7. Ik vraag veel te veel om likes. Maar like gewoon de video alsjeblieft, dank u wel. Niks zou zeggen, holler de boller en tot de volgende Black Ops 4 video. Waarschijnlijk morgen, waarschijnlijk overmorgen, ik weet het niet. Holler de boller, tot ziens, yo, ciao! Противник на севере востоке! Противник!